Yo Nintendo fans! We zijn beland bij een super spannend stukje in Paper Mario The Origami King. Want we hebben de sleutel gevonden bij Luigi in de vorige aflevering. Maar deze tuin staat helemaal vol met origami wezens. En normaal gesproken moeten we battelen tegen origami wezens. Dus ja, Bobby die zegt oh cool. Nee! Oké, we zijn dus keihard weggerend. Dit was blijkbaar geen goed plan. Dat waren heel veel slechterikken. Olivia was bijna de tel kwijt. We kunnen toch niet zomaar binnenlopen. Die kartonnen knakkers hakken ons zo in de pan, zegt Bobby. We zullen ons moeten vermommen om hier ongemerkt voorbij te komen. Ja, ik wil sowieso het ruimtemasker. We kunnen ons allemaal onder dat enorme masker verschuilen, zegt Bobby. Gaat dit echt werken? Dit gaat sowieso werken. Dit is echt een geniale truc. Ik dacht al, waarvoor hebben we die nodig, die maskers? Ja, dit is geniaal. Kijk, ze draaien zich om. Oh, nee. Ik dacht al echt dat dit serieus een geniaal plan was. Bob zegt, we moeten die slechterikken laten geloven dat we aan hun kant staan. Hoe moeten we dat doen dan? We moeten zelf vijanden worden, hè? Toad, kan je me helpen? Deze Toad zegt, elke avond moet het parkpersoneel elke ruimte op slot doen. Als jullie de personeelsruimte hier kunnen vinden, vind je vast ook die sleutel. Ja joh. Hier ergens was wel zo'n ruimte. Volgens mij was hier ergens zo'n informatiebalie of zo. Dus even kijken, was dat niet gewoon de eerste ruimte in het park? Nee, dit was niet de ruimte die ik bedoelde. Was het dan deze ruimte? Nee, dit bedoel ik ook niet. Waarom is daar trouwens een tafeltennisbedje? Dat is sowieso een Toad. Hallo? Wat doe je hier, man? Waarom lig jij als een tafeltennisbedje? Is dat hier dan? Is hier de personeelsruimte? Ja, kijk, volgens mij wel. Kunnen we deze openen met de sleutel? Deze sleutel, die gaat toch op alles? Ja, kijk. Zou dit het zijn? Het is hier wel aardig stil. Hey, hallo. Jij bent een Mario, wat een geluk met al die gevouwen soldaten hier. Had ik me strategisch verstopt. Zolang jij er bent, komt vast alles goed en kan ik de souvenirshop weer openen. Dat is heel fijn. En dan ga ik zeker even kijken. Maar dit is niet wat we zochten volgens mij. Ah, kijk, maar de winkel is wel weer open. Kan ik wat kopen bij je? Deze is zo duur. Nee, die ga ik niet kopen. Die is echt veel te duur. Dat komt later wel. Oh, maar een ijshamer en een vuurhamer. Dat is wel nice. Die gaan we sowieso kopen. En de ijshamer, die wil ik ook hebben, jongens. Hoppa. Oké, doei. Oké, we moeten echt de personeelsruimte even zien te vinden. Waar is dat? Misschien moeten we onze Matties even om hulp vragen. Hey Matties, weten jullie nog iets te verzinnen? Nee, jullie weten het ook niet. Oh, hier zijn nog ruimtes volgens mij waar ik niet geweest ben. Eens even kijken. Deze ben ik sowieso nog niet in geweest. Maar dit is ook wel aardig leeg. Nou, wel veel muntjes. Dit is wel chill. Wow. En hier aan de zijkant is nog een ruimte volgens mij waar ik niet in ben geweest. Of ben ik hier nou wel in geweest? Nee, hier ben ik zeker niet in geweest. Want hier is ook nog een schatkist. Toon je toegangsbewijs. Ik heb hier een VIP-kaart. Is dat goed? Ja, oké. Dankjewel. Het waterrad van de waterorigant. Toad, kom maar jongen. Kom maar. Maar waar is die personeelsruimte? Oh, wacht. We kunnen natuurlijk ook even die andere maskers proberen. Ik bedoel, Samus en Donkey Kong, dat zijn natuurlijk niet de enemies. We moeten een enemy worden. We kunnen misschien dan beter dit Goomba-masker gebruiken. Dus dit masker moeten we pakken, jongens. Hey, en ik dacht dat gewoon een Space Warrior gewoon wel af zou schrikken. Maar die gasten zijn er dus echt blijkbaar nergens bang voor. Gaat dit wel werken? Het Goomba-maskertje. Hallo? Hallo? Ik ben er weer. Hallo? Huh? Ja, dit werkt. Nice. Ik denk dat we maar gewoon naar binnen moeten lopen. Ja, oké. Okay, ja, rustig aan. Rustig aan. Rustig aan, Mario. Pompid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 
niet te geloven dat die truc echt werkte. Mijn vrouw, alles in orde. Waarom keer je ons de rug toe? Omdat als ik nog één keer naar de malle masker kijk, ik niet meer bijkom van het lachen. Olivia gaat stuk van die maskers. Oké. We zijn er. In het kasteel. Waar zouden al die toads gevangen worden? Het leek wel alsof dat lint om het dak heen was gewikkeld. Misschien is er wel een trap of een lift. Nou, laten we even op zoek gaan. Laten we ook even kijken of hier nog iets in zit. Blijkbaar gaat er zo een voorstelling beginnen. Er zijn niet veel vrije zitjes meer en de aanvang is zo meteen. Dus nou, ik ben hartstikke benieuwd waar we terechtkomen, jongens. Een heel speciale vertoning. Regisseur, ikzelf, artiesten, iedereen. Wat? Oké, ja.
De Schouwburg is een uniek torentheater met voorstellingen op elk van de 4 etages. Het zijn allemaal speciale voorstellingen. Weet je wat? We gaan gewoon. We laten het even op ons afkomen, zoals we dat altijd zeggen. Geachte eregasten van de Schouwburg, mag ik jullie aandacht? De heel speciale vertoning van vandaag gaat heel snel beginnen. Rep je dus naar de stoelen voordat ik mijn geduld verlies. Dank voor jullie medewerking. Een speciale vertoning, ja. Ik weet dat we nu hier op weg zijn om de toads te redden, zegt Olivia. En dat lint moeten we ook nog weghalen. Maar een speciale vertoning klinkt wel... Ja, speciaal. Wat moeten we nu doen? Gaan we een voorstellingje kijken? Gaan we gewoon even chillen? Is het tijd om te chillen? Het is tijd om te chillen. Wow! Wat zijn die toads allemaal aan het doen? Dit is geen 1,5 meter samenleving, toads. Ietsje verder uit elkaar, jongens. Maar ze zitten hier gewoon te chillen. Zijn ze helemaal niet gekidnapt of zo? Er zijn nog 3 plekken vrij op de eerste rij. Oh, top. Ik zal deze toad even bevrijden van zijn touwtje. Oh, dat lukt niet. Ik kan deze niet bevrijden. Nou, doei, dan ga ik lekker zitten, jongen. Nou, nog de beste plekken ook, joh. Gewoon first row, first rij, eerste rij in het midden. Wat gaat dit nou voor spektakeltje zijn, jongens? Shogun Show, speciaal verhaal. Geniaal. Bob zegt dat Olivia even de kop moet houden, want het gaat zo beginnen. Olivia is altijd zo enthousiast. Olivia zegt ook, zijn toads meestal niet heel druk en lawaaierig en zo? Ja, inderdaad. Waarom zijn ze zo stil? Oh, ze zitten allemaal vastgebonden. Nee, joh. Arme toads. Ze willen hier helemaal niet zijn. Waar zijn ze mee vastgebonden? Zijn het elastiekjes of zo? Er komt nog een mededeling voor onze heel speciale gasten. Ja, dat zijn wij natuurlijk. Geen eigen eten of drank meenemen. Geen foto's met flits maken. Ook het menuscherm openen als je op het toneel staat is absoluut ten strengste verboden. Met dat gezegd, ga lekker zitten en geniet met volle teug van deze heel speciale show. Nou, ik ben heel benieuwd waarom ze al die toads hebben vastgebonden. Nee! Dit is een slaaftoad. Zoals elke dag waait de wind door een vredig stadje op de prairie. De inwoners leiden een eenvoudig bestaan, maar leven ook in angst. Wow, het is Shy Guy Town. Denk je dat die gevaarlijke bandiet vandaag weer zal opdagen? Ik hoop van niet. De laatste keer heeft hij hier heel veel herrie geschopt. Geen shoguns? Geen ninjas? Echt, hè? Waar zijn de shoguns en de ninjas? Vlug! Verstop je! Die bandiet komt er weer aan! Wow! En dit is een mega Goomba. Schud al je zakken maar leeg, anders zwaait er wat. Met die bandiet valt niet te zollen. Bij ons, niets kan ons nog redden. Is er dan geen held die het durft op te nemen tegen deze schurk? Oh! Oh, there we go! Wij krijgen ook een rol. Eerst even een spelletje opslaan. Oeh, dit cowboy muziekje is episch. Ja, dit is vet. Dit is super cool. Wat een gaaf stuk in het spel. Oké, wat is me dat? Wil je mij een lesje leren, broekie? Oh, we gaan gewoon zo'n battle met guns houden. Serieus? Doe maar, nog stoer doen ook. Oké, makker. Je hebt erom gevraagd. Jij en ik gaan een duel. Zodra je vuur ziet, druk je op A. Vuur te snel of te laat en je verliest. Druk op A als je vuur ziet. Oké. Focus, jongens. Focus. Hey, ik word afgeleid. Ja, nu. Bam. Hoppakee. Headshot, jongen. Lekker, man. De held had een snelle hand en de bandiet legde het loodje. En zo keerde de vrede terug in het stadje door de heldhaftige sheriff. Hey, lekker Mario. Wacht. Er is meer. Er is veel meer. Ah, dacht je nou echt dat je er zo makkelijk vanaf kwam, jochie? Ga weer op je plek staan. Oh, nee joh. Hij daagt me ook uit voor een duel. Dit is fantastisch. Wat een prachtig stukje. Oké. Opnieuw. Focus. Focus. Meer focus. Nog meer focus. Ja! Vuur! Bam! Op je bakkes, vriend. Lekker. Dat is nummertje 2. You're down. Je bent down, jongen. Willen nog meer mensen er tegen mij opnemen? Straks komt Bowser, gek. Wat als Bowser komt? Kan ik jou slaan? Nee, ik kan jou niet slaan. Oh, nee. Zo, hallo. Iemand noemt mij gewoon melkmuil. Hou zelf je melkmuil. Doe eens normaal, joh. We gaan nog een battletje doen. Ja, tegen de uber shy guy baas. Met zijn gasmasker. Je nam mijn bendeleden te grazen, maar denk je dat je mij ook aan kunt? Ik denk het wel, vriend. Ik denk het wel. Let's go. Let's go. Focus je erop. Waar komt nu vuur te staan? Net was het in het midden. Daarna was het linksboven. Waar komt het nu te staan? Let's go. Let's go. Nee! Ik heb fout. Oh nee, ik heb het fout gedaan. Oh nee, hij heeft iemand geschoten. Oh snap. Oké.
ronde 2. Hij heeft gewoon een burger geschoten. Dat kan toch niet? Oké, ik moet nu echt even chill. Even rustig aan. Ja, daarboven zie ik iets gebeuren. Nee, ik laat me niet meer afleiden. Ik laat me... Ja, nu! Bam! Lekker! Ik wou net zeggen, ik laat me niet nog een keer afleiden, jongen. Als een bliksemschicht legde de sheriff de booswicht van een bendeleider neer. Onze held herstelde voorgoed de rust en vrede in het prairie-stadje. Dank je, dappere sheriff. Dank je, Mario. Hey! Hey, hey, hey. Kijk hem staan. Zo goed trots Mario was. Sorry Mario, we zijn nog niet klaar. Oh, moet ik gaan zitten? Ik moet even gaan zitten. Oké, nou, dan gaan we even het spelletje opslaan, zo. En dan ga ik gewoon weer zitten op mijn plekje. Dat was zo stoer, Super M. Ik wil ook wel zo'n snel schietwedstrijdje met je doen. Waarom heb je ons nooit verteld dat je zo goed kan acteren, Mario? Zegt Olivia. Oh, iemand is boos. Iemand is boos. Die zegt, het stond niet zo in het script. Ze horen jou aan flarden te schieten. Ik haat improvisatie. De show gaat weer beginnen. Tijd voor een wending in het plot. De val van de held. Dat wil ik nog wel eens zien, jongen. Ik weet niet wie er achter het script zit. Wow. Door naar de volgende etage. Is dat een lift? Dat komt goed uit. Zo komen we als de wiedeweerga bij dat lint. Ja, inderdaad. Maar ik ben benieuwd wat we nu voor voorstelling krijgen. Wow. Oh. Wordt gezongen, denk ik nu. Oh, dit is episch. Dit is episch, jongen. Hey, lekker ding. Zingen wat schijn te trappen. Oh, wacht even. Het is de Koopa-bende. Maar haar hebben we helemaal gered in het bos. En nu is ze gewoon opeens hier. Kijk, ze gaan dan. Opkrassen, knul. Dat mopje hoort bij deze knaap. Jullie gaan een battle doen? Jullie hartstocht vlijt me wel. Maar geen van jullie beiden kan mijn hart echt bekoren. Ik zoek een kleine, sterke, durven, onhandige Harry die van aanpakken weet. Hey, Mario. En heb ik even geluk. Er is hier een beroemdheid in het publiek die deze rol op het lijf geschreven is. Hij heeft schattige oogjes. Een stoere snor. Mooie gespierde kuiten om grote sprongen mee te maken. Kom Mario, laat deze brutale vlek eens zien wie flitsende moves heeft. Ja hoor. Kijk eens. Volgens mij wordt dit serieus een dance battle, of niet? Wat gaat hier gebeuren? Wat fijn dat je het voor me opneemt, kraden geknapperd. Nou, de Koopas die zijn het er niet mee eens. Ja, we gaan inderdaad dansen. Wauw, oké dan. Houd het wel netjes in de dance battle, jongens. We zorgen elkaar niet te veel blauwe plekken. Nee, dat moet goed komen. Oh, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oké, ik heb er één. En nu? Kijk, oké, die kan ik kapot slaan. Lekker. Pak hem. Oh, nee, jammer. Oké. Nu die rode. Ik spring net iets te vroeg wou ik net zeggen. Of te laat. Maar we hebben er nog eentje gepakt. Ja hoor. De groene gaan helemaal kapot. Jongen. Hoppakee. Nu de rode nog. Auw, dankjewel. Oké. En nu? Kom maar, rode. Ja, lekker. Ik heb een rode. Hoppa. Oké. Dag. Dag, Koopatjes. Oeh, nu zeggen ze, je mag dan wel stoer zijn. Maar de speeltijd is voorbij. Inderdaad, tijd voor wat professionele choreografie. Oké. Jullie gaan me aanvallen, hè. Ik wist het. Jullie zijn een soort van de bazen van de club. Pak hem. Oh, ik moet eerst op hem springen. Hoppa. Oh, ik mag niet daar op hem springen. Ik heb een hartje nodig. Dit is lastig. Heb ik hem? Ik heb die groene. Wat? Ik had die groene toch? Moet ik dit gewoon overleven of zo? Wat is dit? Ah, nice. De rode is kapot. Top. Kan ik trouwens deze muur even vullen met... Nee, dat gaat niet. Oh, snap. Kijk hoe snel die groene nu opeens is. Kan ik hem pakken als hij stilstaat dan? Ja. Oh, ik kan hem gewoon pakken als hij stilstaat. Easy, jongen. Easy. Baba, Koopas. Ja, hoor. Oh, snap. En we zijn plat. Wat romantisch is dit. Ik wist wel dat je de vloer zou aanwegen met die boefjes. Maar zoals jij dat aanpakte... Oh, wauw. Nu heb ik mijn hart verloren. En jij hebt het gevonden. Dit is prachtig. Oh, het gaat even niet goed met Mario. Kijk zijn ogen. Hij lijkt wel een soort van bewusteloos of zo. Kom op, Mario. Verman jezelf. Die kus was maar toneel. Ik snap het. Door die kus weet je je tekst niet meer. Nou, dan improviseer ik wel wat. Kranen geknapperd. Ben je nou een stille aanbidder? Of weet je gewoon niks zinnigs te zeggen? Nou, tot de volgende keer. Ik vond het heel gezellig met je. Maar
Ja, ik denk dat ik nu toch weer van het podium af moet. Olivia is aan het blozen. Sorry Mario, we zijn nog niet klaar. Ga maar even zitten. Zijn we nou nog steeds niet klaar? Moeten we nou weer naar de volgende etage? Er zijn volgens mij 4 etages in totaal. Jongens, ik vind dit een prachtig stukje. Maar de volgende 2 etages wil ik toch echt bewaren voor de volgende video. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop jij ook. Doe in ieder geval een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en natuurlijk Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij die volgende video. Mazzel!